wat er vandaag gebeurt. Wat we gaan doen, we gaan eisen op drugs. Wij willen graag 500 meststakjes eisen. Pakken. Richting oude huis. Ja, het gaat goed. We hebben nu alleen wat DSI-leden op het dak naast mij. Verder zijn ze nog niet op de helipad. Nee, dat is niet. Die springt ook niet naar beneden. Doe maar alsof je ons pick-up geeft. Wacht op. Yo, welkom bij weer een gloednieuwe video. In deze video deden we weer een zieke actie met een groep. Wij gingen namelijk verschillende agenten ontvoeren. Deze brachten we naar het eiland en vervolgens ging er een ander team het hoofdbureau van de politie overnemen om dan heel veel geld te eisen. 1 miljoen euro om precies te zijn. Of we dat gaan krijgen, kan je zien in deze video. Vergeet zeker geen like achter te laten. Is het de eerste keer dat ik op je beeldscherm kom? Abonneer dan zeker ook even. Zet het belletje aan, zo mis je nooit de upload. Helaas moest ik op het einde wel weg. Dus zijn er bij de escape geen clips van mij bij. Maar gelukkig heb ik clips gekregen van een paar gangleden. En is de video daarmee alsnog wel afgewoond. Dus hey, veel meer heb ik niet te zeggen buiten. Veel kijkplezier mensen. Goeiedag, goedenavond. Nou goed, wat we dus willen gaan doen. We gaan dadelijk gaan met een groepje gaan wat agenten ontvoeren. Die uit Gent, die vervoeren we direct richting eiland. Dan gaan wij eiland kartelhuis gaan we gebruiken. Daar heb je een kelder. Daar gaan wij de agenten stoppen. Daar zouden ze dan een paar mensen staan met wapens. Dat zijn de mensen die momenteel, je weet wel wie je bent, met de vest hier staan en met de wapens zelf. Als dat is geregeld en als alle agenten zeg maar op het eiland zijn, dan gaan we daarna taak verdelen. Dus de mensen die in het kartelhuis gaan zijn en de mensen die buiten het kartelhuis gaan zijn. Als dat allemaal is geregeld en als wij op het eiland zeg maar klaarstaan, dan gaat het mainland team gaan met 4 brigades. Dat zijn van die grote gepanzerde voertuigen. Gaan ze naar politie HB toe. Die blokken ze dan helemaal af. Dan blokken ze bovenaf. En ze blokken bij de hekken beneden blokken ze af. Zodat in principe geen auto's er meer uit kunnen. En dan gaat een hele landen op het dak bovenop. Als de agent het stom gaat doen, dan geef je een deep web. In die deep web zullen dan meteen een stuk of 3-4 foto's staan. Met al hun agenten in de kelders op eiland. En dan begint in principe de onderhandelingen. Nou, als ik Ren moet geloven, dan gaan mensen op mainland HB dus beginnen met onderhandelingen. Wat we gaan doen, we gaan eisen op drugs. Wij willen graag 500 meststakjes eisen. Kan ook zijn. Kan ook zijn dat we kookzakjes willen vragen, maar het gaat in principe gewoon om de drugs. Als wij de drugs hebben bemachtigd, dan worden die getransporteerd. Die moeten gedropt worden op de haven. Dat is bij helipad en havengebied. Er zullen dan 2 longvis staan om ze mee te nemen. Dat kan dan ook bijvoorbeeld een aantal mensen van mainland crew zijn. Is dat achter Bradvaarhuis of waar? Ja. Ja, vlakbij. Gewoon bij de haven daar zo? Bij de haven, bij die helipad op een beetje. Die boten gaan naar eiland toe, die gooien alle zakjes op de landingsbaan. En dan hebben wij ondertussen al een aantal klanten gebeld. En gezegd van ga naar eiland toe op het landingsbaan. Want daar zullen een aantal zakjes voor jullie liggen. Die kun je dan meenemen. Dat hij profit hier eigenlijk in principe niks uit. Wij doen dit voor de klanten. Als dat allemaal is gefixt en als wij zeg maar onze, wat we wilden hebben bereikt. Dan beginnen de onderhandelingen op eiland. En dat is dus om de mainland crew in volle veiligheid te hebben. Dus als iedereen op mainland veilig is, dan zijn wij in principe op eiland, zijn we gewoon goed. Komt de mainland crew ook richting eiland en die gaan dan kijken of wij of onze weg moeten uitvechten tegen KCT. Of gewoon peaceful weg kunnen gaan. Maar dat zien we dan wel. Dus de vluchtroutes voor Nederland staat vast. De vluchtroute voor mensen op eiland wordt een beetje risky. Maar dat is, dat zien we dadelijk wel. En dat fixen wij. Want wij zijn in het eiland beter dan elkaar staan. Hij gaat er staan houden. Hij gaat die taxi staan houden. Ja, is goed voor mij. Inladen en dan gewoon wegrijden, man. En daarna pas in de heli. Ja, hij rijdt nog net. We gaan wegrijden. Handen omhoog, handen omhoog. Zit er iemand in die auto? Uitstappen. Telefoon af, handen omhoog. Uitstappen. 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 Wat is dit aan? Uitstappen. Ja, ik ga erin zitten. Nee. Handen omhoog, hey. Handen omhoog. Wat? Wie nu? Ik heb hem niet op het letten, sorry jongens. Ik heb hem handen omhoog. Ja, ik ga erin plaatsen, oké? Holum, ik heb die camera nog net gekocht, lang. Kom maar in. Abi, mag gaan wij weg? Ja, mevrouw, als je bekeuring uitgeeft, dan verder. Ja, wij hebben er twee gehad. Graag even een porto stil. De rollen zijn omgedraaid, jongens. Deze keer gaan wij achterin. In de achterbak zitten van onze muur. Oh ja, waar moet ik heen komen? Deze keer een rol omgedraaid. Kun je naar de haven komen? Ja, kom maar aan. Hoor ik hier ook. Ik zet de deur open. Ik ga het voertuig blazen, let op. Met wie heb ik hier te maken? Meneer voorin? Yes, we hebben de eerste twee afgeleverd. Ga maar een collega, dan kan je de kamer nemen. Moet je even hier wachten, want er komt een andere collega hier aan de auto. Waar is dat blijven? Ja, ik moet jou wel doen. Duwen we even naar beneden. Mag ik vragen? Ja, ik zie zoals iedereen er staan, maak foto. Hebben mensen die nog naar eiland moeten? Ja, ik pak zo meteen mijn pistool bij dan. Ja, die twee van ons zijn onder schot door een pistool bij Unmark. Okay. Het is een blauwe Ferrari. Okay, het zijn twee mannetjes in een lichtgroep. Ben je klaar om te knallen, ik
Ik zie het allebei gewoon neer, hoor. Ze hebben één keer op de heli geschoten. Blijf volgen. Ga weg in een blauwe... Ja, oké, okay, ja. We gaan juist stappen. Weg in een blauwe auto. Klaar, richting, richting. Nee, ze staan daar nog steeds. Ze staan daar nog steeds. Oké, ieder voor iedereen, ik ben een grijze Unmark RSS. Grijze, stap uit, stap uit. Ga nu richting de kruising bij jullie. Bij de vrachtwagen, kruising bij de vrachtwagen. Rechter even. Pakken. Richting oude huis. Ik dacht dat hij van de andere kant kwam. Rechts richting. Nee, recht door Havin. Ga je nu door Oostpoort? Shalalala. We zijn er door. Iets draaien. Is die Porsche? Ja, daar komt iemand. Een Sif. Kan je naar Frits komen, zeg? Nee, we gaan Dino. Nee, we gaan Dino. Dino nu. Ik ben er al duidelijk. Hey, B-klas staat stil met twee Marikaans en Marikaans. Klokkenwijs in met de muur. Wij komen van achter. Bij IKEA, rechterin van IKEA. Timer, ben jij erboven? Rijden. Geen noodknop. Amorok. Ik ben pas onder schot, kerel. Niet schieten. Ja, dood. Hey! Collega's zijn onder schot. Als je schieten, zijn ze dood. Stoppen! Stop. Handen omhoog. Nu. Handen omhoog. Snel meenemen. Nu heliland. Ga je boeien? We staan hier nu van boven op een parkeergarage. Wachten hier nu op een helikopter die ons komt ophalen. En dan gaan we met die helikopter naar het eiland toe. Alle hostages zijn al gefixt. Maar ja, wij moeten nu gewoon heel even geduld hebben. Hier even een beetje wachten. En ja, that's it eigenlijk. Zet mij alles maar af op dit hele hoge dak hier rechts. Ga ik daarop staan. Elk een dak? Of allemaal hier? Nee, ga hier gewoon naar beneden. Ja, hier gewoon vanaf. Je kan die torens. Je kan niet die torens zetten. Gaan we switchen aan porto? Stel erop. Vanaf dit moment wordt deze porto niet meer gebruikt, dus iedereen switcht naar hun eigen. Ah, dit is ziek, man. Heb je spokeren? Holy shit, dit is wel ziek. Nu kunnen we letterlijk binnen in het kartelhuis. Dit is helemaal omheind en de deuren zijn dicht. Dus letterlijk niemand anders kan hier naar binnen. Dus ja, ik ga gewoon even een beetje rondlopen. We moeten ze gaan beveiligen. We kunnen buiten een beetje beveiligen. We kunnen binnen een beetje beveiligen. We kunnen eigenlijk overal gewoon lopen. Zoals je kan zien, dit is de main deur en die is gewoon op slot. We zeiden, hey, daar komt niemand door. Maar voor de rest heb je hier gewoon allemaal gekke gangetjes, gekke tuinen en zo. Hey, ben ik eigenlijk zelf nog nooit echt geweest. Nee. Ik heb dit nooit echt in GTA gedaan of zo. Oh, dit is best wel een groot lol. Nee, maar je komt hier echt nergens binnen, joh. Zo, juist vanaf hier kan ik wel worden beschoten. Holy shit, dit is wel ziek, hoor. Ik ga hier wel snel even weg, want dit is maar een gevaarlijk plekje, dit. Heb je hier nog een gek ondergronds balkon of zo? Shit, het is groot hier, man. Normaal gezien kan je in deze torens... Ja, oké, dan kan je hier gewoon zitten. Je kan hier de wacht houden, in principe. Maar ondertussen is het team in HB dus ook bezig, als ik me niet vergis. Of zijn die ze aan het klaarmaken om de gijzeling te beginnen. En ja, moeten wij de tijd maar een beetje doden hier. Kijk, je kan hier ook naar beneden. En dit is waar de Cape Mauer zit. Of alle hostages, tenminste. Yo. Dit is wel ziek, hoor. Hier heb je ook nog een hele ondergrondse bunker. Ik weet niet of dat je hier binnen kan. Ja, zeker kan je. Kenny, daar loopt iets. Kijk eens aan. Hier zijn ze. Hey, groetjes, hè. Dat is speciaal. Oh, joh. Wat een feest hier, joh. Nu hebben ze gefilterd. Dit is beter, jongens, toch? Eerlijk? Ja, twee kampen. Oh, joh, is dit hier nog een hele andere gang. Ja, het is hier groot, man. Ik ken dit totaal niet. Als we hier een shootout kunnen hebben, dan komt het niet goed, hoor. Je hebt hier wel echt heel veel plek voor cover te hebben. Holy shit, ik kan ook echt overal rond, ik kan overal op. Wordt gezellig dit, hoor. Ja, yes. Zie jullie wel, ja. Ik had namelijk een voice change over. Alleen Mason stapt uit, de andere rest blijft er gewoon in zitten. Ja, bij mij zit er niemand in dan. Maar ik zet mij naar voren af en de Frans zit er hem ook af voor. Dus kom dicht, zorg dat hij... Esco, jij blijft achter zitten. Oké, okay, Esco, de andere twee gaan naar achter. Esco, rijd door. Rij maar door naar achter. Andere twee naar achter. Ik ga landen. Yo, rij hem iets door, Esco. Rij hem naar voren. Oké, okay, blijf erin zitten, alleen Mason stapt uit. Vanaf nu ook geen namen, doe het gewoon bij de voorletter. Wow, ik zou het niet doen. Ik zou het niet doen, mannen. Ze willen bij mij het dak op Daisy. Ja, het gaat goed. We hebben nu alleen wat Daisy-leden op het dak naast mij. Verder zijn ze nog niet op de helipad. Heb je al doorgegeven dat wij hier staan of... Oh, ik heb een goeie. Ben je klaar? Er zijn twee mensen tegen elkaar. We staan een conversatie te voeren. En hij zegt, ik ga dit jaar op vakantie naar Zicht. Dan zegt die ander, waar ligt dat? En dan zegt die ene weer, geen idee, maar er stond in de krant lekker weer in Zicht. Ja, oké. Okay. Tja, hey. Ook agent, kom als jij maar gewoon weer leuk met je wapentje gaat spelen, dan... Ze worden steeds slechter. switchen wij het dan? Dan hebben wij één longfin nodig. En dan met een grote tas geld. Ja, kom. We hebben nu één longfin. Ik ga ze nu bijna zeggen of we maar één nodig hebben. Drugs gaat niet lukken. Wat ze wel kunnen doen is het geld. Wat wij voorstellen is dat wij dan met één longfin naar de punt komen. Met een grote tas. Dat we die gaan voeren. Ik mag ook een tas zijn, jongens. Ja, of een hele dikke vette. Is goed. Begin maar met 1 miljoen. Ah, wacht, die is goed. Waarom kon Einstein geen muur bouwen? Einstein. Ja, maar ja, er is niets aan. Er is een nieuwe rapport klaar. Rustig, hè, maak er eerst. Wie is er hier goed in raadseltjes? Ik, heel goed, zeg maar. In de kamar. Ah, ik kom eraan. Ja, raadseltjes. Ja, oké. Zeg het eens, op verluisteren. Wat is zwart
als het proper is en wit als het vuil is. Zwart als het proper is en wit als het vuil is. Ik weet niet, zeg het eens. Ja, nee, hè. Eerst wat denken en zeg, kom al. Hè. Zwart als het proper is. Ja, dat is prima. Ik aanvlieg. Ja. Oké. Okay. En weet je als het vuil is? De binnenkant van een haard. Nee. Jawel, jawel toch wel. Wel, en dan als zeg maar de hout die verbrand is erop komt, dan is het wit, hè? Dat is dus een blackboard. Holy shit, die is slecht. Moet je een keer een goeie horen? Het is zwart en als het uit een boom valt, is uw kachel kapot. Uw kachel. Allee, maar goed. Het is zwart en als het uit de boom valt, is uw kachel kapot. Het is zwart en als het uit de boom valt, is je kachel kapot. Ja. De kachel. Ja, zo erg. Zijn jullie eigenlijk wel professionals of wat? Ja, zeker. Ik heb je trainingen voor gevolgd. Dat ze merken. Echt leuk. Ja, ik heb nog eentje. Criminelen de nodig om het al beter over. Psst, stil hij daar. Wat zit er tussen hemel en aarde? Zeg dit. En. Apple wilde een productielijn voor kinderen invoeren, maar daar hebben ze toch maar van afgezien, aangezien de naam iTouch Kids niet zo geschikt was. iTouch for Kids? Snap je de mop niet? Hoe laat is het als een olifant op een hekje gaat zitten? Tijd om, ik weet het niet. Met een nieuw hekje te kopen. Ja, ik wist het al, ja. Hoe steek je olifant in de frigo? Wow. Deurt je open, olifant erin, deurt je dicht. Hoe krijg je een giraf in de koelkast? Op dezelfde manier? Nee, deurt je open, olifant eruit, giraf erin, deurt je dicht. Yo, komt die Daisy nog? Want ik zei te wachten, ik zie ze wel, maar... Rij maar door. Als zij niet willen, rij maar door. Wacht even, kan de voorste even wachten? Wie is die voorste? Wacht even op de rest. Stop hier, ik ga maar. Yo, boys, dan veel succes. Ik ga wel uit de stad, man. Yo, we zijn bijna klaar. Allright, luister dan. Niet gaan schieten. Voor collega C en voor collega M. Ja. Wat we straks gaan doen, als de ploeg, op het mainland helemaal weg is. Echt helemaal weg, dus natuurlijk echt een en safe is. Dan gaat de Kamar naar boven toe. Dan gaat één iemand bij de Kamar wachten. Voor de poort. Dan gaat de rest, dan gaat alvast naar de boot toe. En dan drop de Kamar af bij de poort. En dan zijn we allemaal los. En we vliegen even zodat ze een beetje naar war raken. Is er geen politie? Jullie het spreken? 2 ton die ik jou heb gegeven, moet je zo meteen in zakjes van 20 over het eiland heen gooien. En locatie stil voor de klanten. Ja, heb je die klanten die ik heb nog kunnen? Maar moet het op het eiland of? Ja, op het eiland. In zakjes van 20 en een stuurlocatie. Wat, hoezo? Omdat we dat te geven. Dat is heel het idee. En dan wie als eerste de locaties heeft hem of wat? Ja, precies. Vlieg onder de radar. Dus gewoon random ergens strooien op het eiland. Ja, in stations van 20. Ja, in Porsches wel of ergens gewoon, ergens waar niet mensen wel. 20k, hè? Anders dan ben je morgen nog bezig. Ja. We gaan het geld zo strooien op eiland, houden op die publiek. Zijn jullie allemaal raar? Wat zijn jullie? Ja, zometeen bij vliegdek, sir. Ja, maar ik ben ik ben op het Katar-eiland. Ja, dat gaat lastig. Ja, wij zijn beneden. We zijn nu op een bootje, wij zijn al naar beneden gesprongen. Nee, dat is nu, die springt ook niet naar beneden. Doe maar alsof je ons prik opgeeft, wacht gewoon daar. Wij zijn weggegaan, echt zo'n poesje. Ga naar links. Ja, er was niet echt een escape. We kregen gewoon 1 miljoen euro van de politie. En toen mochten wij eigenlijk gewoon wegvaren van het eiland. That's it. Like en abonneer. Joejoe. Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky. Come get high with me. That's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky. Come get high with me. That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right?